Ik weet niet of jullie het zien, maar daar staat zo'n mooi auto. En daar zijn we weer van een weekendje weg geweest. En toen was ik lekker aan het lopen met de dames. Ja. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 26 februari 2023 en het is nu 2:15. Ja, en ik ga de dames eventjes naar binnen knallen, want ik ga Roderick namelijk naar zijn werk brengen. Alleen dat weet hij nog niet. Dames, naar binnen, kom. Naar binnen, nu. Lady, naar binnen. Wel waar, je gaat naar binnen. Dus, en ik heb Roderick dus nu ook aan de telefoon, maar hij weet het nog niet. Maar de dames mogen wel lekker op balkon gaan. Een balkon op de gang. En ik ga Roderick naar zijn werk brengen. Dus, en ik heb ook een hele hoop op de planning vandaag. Dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee vandaag. Dus ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloedje nieuwe vlog. Ja, en ik heb een hele hoop was te doen van Roderick. Maar dat komt allemaal goed. Dus check deze leuke vlog van ons vandaag.
Zo, ik zit even lekker voor de pc. Mijn god, man. En ik heb een krekkertje gemaakt met avocado en lekker pepertje. Dus dat ga ik even eten. Daarna ga ik even mijn auto schoonmaken. Want morgen staat er iets heel leuks op de planning. Ik ga nog niet zeggen wat. Nee. Deze kant doet nog zeer. En deze. Deze gaat redelijk. Dus ja. Even wat eten. Moet ook gebeuren. Het is nu 4:15. Het zonnetje schijnt lekker. En ik heb het koud. Dus ik ga ook even gelijk even de kachel aandoen. Ja. Want het is eigenlijk nu. Even kijken, hoeveel graden is het? Ga ik even de app openen. Het is 7 graden, maar het voelt als 2. Dus er moet echt inderdaad eventjes een kacheltje aan. Ook eventjes en voor de kaas achter mij. Flikker even op 18. Lekker. Lekker. Yummy. Ik ga dit even eten. En dan zien jullie mij zometeen waarschijnlijk bij de wasbox of zo. Ergens in die buurt. Ja. En het is inmiddels alweer 5:30, jongens. Ja, het is alweer inmiddels 5:30. Oh, ik denk ik ga eventjes een bakje doen. Eventjes in bij mijn grote vriend hier. En nou ja, hij was er. Morgen is hij er ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ja, ik ben hier al gewoon bekend. En bij deze tankstation. Heerlijk. Maar hij heeft er nog één. En daar ga ik ook eens even binnenkort naartoe. Ook voor jullie, zodat jullie weten waar jullie goedkoop kunnen tanken. Lijkt me ook erg handig. Nou ga ik even naar achteruit rijden. Lijkt me ook een hele goeie. Ik ga jullie even draaien. Zo, kunnen jullie wat meer zien. Ja, helemaal goed. Helemaal fijn. Hartstikke fijn. Zo. Top. Zo. Hartstikke fijn. En eigenlijk moet ik jullie nog eventjes aan de lader knallen. Weet je dat? Zal ik dat eerst even doen? Even jullie even gewoon even aan de lader knallen. Ja. Zal ik dat eerst maar even gelijk even doen. Voor ik dat weer ga vergeten. En dat moet niet. Nee, dat moet dus totaal niet. Ja, dus en dan. Ik ben ook de slimme trien ook, hè, jongens. Echt waar. Ik ben ook niet zo slim. Ja, moet ik ook niet de verkeerde hebben, nee. Zo, nou staat hij erop. Yes, zo. En ik krijg een berichtje van mijn eigen vent waarschijnlijk. Van iemand, wie. En weer terug, oké. Dat is mooi. Dat was Ro. En welke nummer luister ik eigenlijk? Ja, dat wil ik jullie ook wel eens even laten weten. Dat zeg ik. Morgen staat er een hele drukke dag op de planning. Daarom doe ik ook vandaag het liefst een beetje rustig aan. Zeg maar. Ik moet sowieso even mijn auto wassen. En ik moet nog wat gaan vragen of ik mijn voorraad al schoon moet maken aan de binnenkant. Ik weet het niet. Maar ja, wel te voor nummer luister ik. Er komt in serialiate. Si potrebbe cantarla di forte. Zo lekker nummer. Zo lekker nummer. En wat ook een lekker nummer is, moet ik even zoeken. Moet ik echt even zoeken hoor, nu. Dit is ook een lekker nummer. Voor jullie. Hallo. Hey, oma. Ja. Welkom bij de vlog van Enzo. Maar dan niet bij Enzo, maar welkom bij de vlog van Karen en Roderick. Ja, nog steeds. Ja, welkom bij de vlog van Karen en Roderick. Yay, joepen de poepie. Even knipperlichtje aan, dan weet hij het ook waar ik naartoe ga. Dus ja, ik ga even naar de wasbox. Zo, ja. Moet gebeuren.
Ik moet gewoon eventjes mijn auto schoonmaken. Hij ziet er niet uit. Nee. Nou, en ik laat jullie zien waar ik dus naartoe ga. Naar welke wasbox. Ik weet niet of jullie het zien, maar daar staat zo'n mooie auto. Oh, ho, 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 die is heel gaaf. Wauwie. Oh, die is gaaf. Ben je jaloers? Dan hebben we daar ook een hele mooie staan. Maar ik vind die brute, jongens. Ik vind die mooier. Kijk eens hoe mooi. Hij is gaaf. Moet je eens kijken. Wat een brute. Ja, komt een partij geluid uit, denk ik, zo meteen. Ik sta ook gewoon echt aan zo, zeg maar. Mijn auto staat daar. Hij is gaaf, hoor. Kijk, Kleppie, heel gaaf dit. Kijk, hebben we hier ook nog een leuke auto? Ja. Daar ben ik al vriendjes mee. Ja, dat is wel. Dus volg hem eventjes, jongens. Volg hem eventjes. Heeft hij verdiend? Ja. Maar ik ga mijn jas aan doen. Ik ga mijn auto wassen. Ja. Kijk, moet ook nog weer gebeuren. En ik heb het koud. Kijk, zie je al die vlakken erop? Nou, dat heb ik er zo meteen dus niet meer, hè? Let maar op. Kijk. Het is nou vies, maar straks is het niet meer. Maar ik leg jullie nou even lekker in de auto en ik ga mijn jas aan doen. Ik heb het koud. En toen zijn de heren weer mooi van ons. Ja, dat is weer mooi. Nou zie je ook dat alleen maar nog in het water ligt. Maar dan heb ik lekker ver weg. En deze is weer mooi schoon. Ja. Dus ja, ben je klaar met schoonmaken. Kijk, alles is weer mooi shiny. Ja, helemaal goed. En daar staat de beesten. Oh, mooie Audi. Wauw, 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 wauw. Ja, en zoals jullie weten ben ik klaar met auto schoonmaken. Alleen de binnenkant, ja, dat komt wel eens een keer weer. Maar de buitenkant is weer mooi schoon. En dat is helemaal toe.
En daar zijn we weer van een weekendje weg geweest. Ik doe deze erin. Zoals je kan zien, doe ik hem daar. Ja. En dan kan ik die eruit halen. En ik heb deze gewoon nog steeds. Ja. Oeh, toevallig. En we gaan gewoon weer eens even ergens naartoe. Ja, degelijk. Kijk. Oeh, kijk uit, schat. Goed zo. Oh, heerlijk. Zo, nou, wij gaan weer eens even ergens anders naartoe. Ben je gesloten? Ja. Ah, wat erg. Hé, hey, ik mis mijn... dingetje. Ja. Had ik op leunen. Nou ja, jammer dan. Maakt niet uit. Pech gehad. En we mag geen houden voor de zelfscan. Dat heb ik toch niet nodig. Nee. Dus even kijken wat ze hebben. Ik ben benieuwd. En ik denk jullie ook wel weer eens even naar een weekendje weg zijn geweest. Ja. Ik ben niet eens bij de Jumbo geweest. Ja. Er zit wel wat in, maar niet zoveel meer. Maar dat maakt niet uit. Gaan we eens even kijken wat erin zit. Eventueel mogelijkerwijs. Niet heel veel. Nee. Ook niet echt wat roder ik lekker zou vinden, denk ik. Celery, celery, celery. Nee. Dat gaat Ro niet lekker vinden, celery. Eventueel wel. 2,50. Kom op. 2,50. Denk het niet. 4 euro. Nou, denk het niet. Echt niet. Dat gaan we niet doen. Een Roderick die wel kaas hebben, zei die. Nou, weet je wat? Ik ga kaas voor hem halen. Nou, dan denk ik deze. Rodi wil dan denk ik deze. En dan krijgt hij gewoon van mij deze. Ben ik toch lief ook, hè, voor hem. Krijgt hij gewoon lekker deze van mij? Koop ik wel voor hem. Dan ben ik toch ook weer lief. Ja, dat zei ik net ook al. Ik weet het. Ik ben gewoon lief. Ja. Ah, ja joh. Hè? Ja. Dat leg ik dan ook zo meteen lekker in zijn koelkast neer. Alleen dat weet hij dan weer lekker niet. Dat is het leukste. Dan komt hij straks thuis. Ja, alsjeblieft. Nog een winkje wil worden. Maakt helemaal niet uit, joh. Vind ik ook helemaal niet erg om dat voor rood te betalen. Ik weet niet. Ik heb nog eten thuis. Dus dat scheelt ook weer dat ik eten heb. En ik ben even aan het denken. Ja, gewoon aan het denken. Toetjes. Ik heb van alles in huis. Ik heb nog vlees in huis. Dus ik moet zo meteen ook even kijken wat ik ga eten zometeen. Ook dat. Ik moet gewoon zo meteen eventjes gaan denken wat ik ga eten. Ja. Ja, dat zeer zeker. Maar dat geeft niet. Dat ga ik zeker doen. Dan blijf ik een beetje hier hangen, weet je dat? Dan blijf ik hangen van oké, wat moet ik halen? Wat wil ik halen? Ik heb ook eten voor morgen. Onderweg. Dat heb ik ook al. Dat heeft me niks gekost. Nee. Ah. Denk. Ja, dat is handig. Denken. Ah, ik weet het niet. Ik heb chippies. Ik heb brood voor morgen onderweg. Nou, drink heb ik ook. Nou, ik heb dan voor Ronald wat kaas gehaald. Zal ik dan ook gewoon nog even iets lekkers voor mezelf halen? Voor zometeen om nog vlogs te gaan editen. Zal ik nog gewoon wat lekkers halen? Zo? Ja, dat ga ik gewoon doen. Maar ik weet nog niet wat. Maar dan komen we zo meteen wel weer achter wat ik ga halen. Wat ik ga kopen. Hey, normaal heb ik die. En die zelfscan ding, zeg maar. En dan kan ik daarop leunen. Maar nou kan dat dus niet. Brrrt. 2 euro. Denk je? Denk het niet. Ik ga helemaal niks halen van 2 euro. Ik ga wel wat makkelijks eten. Ik heb rijst, ik heb kipragout. Ik kan allemaal maken. Maar ik zou hier naartoe. Het is een beetje druk in die pad. Ja. Nou ja, ik laat het zo meteen wel zien wat ik heb gekocht voor mezelf. Voor zo meteen als ik ga editen. Ja, maar ik moet ook nog eten. Het is al 7 uur. En om 10 uur moet ik alweer in de auto zitten om rouw op te gaan halen. 10 voor 10. Rond 10 voor 10, 10 uur. Ja. Dus ik heb nog even. Ja, ik ben weer thuis. Zoals jullie zien. Ja, ik ben weer thuis. Yeah, joepie. Maar, ik ga wat maken. En ik ben nu even aan het bedenken van waar ik jullie op kan zetten. Ja.
Ook dat blijft altijd een euveltje hier. Ja, maar dat maakt niet uit. Kom maar wel. Oh ja hoor, ik kom er altijd. Niet, als het niet linksom is, is het wel rechtsom. Maar ik kom er altijd. Ja. Zo, blijf. Ik ga 2 zakjes van dit erin doen. Ja, vanuit Duitsland. Deze van Knorr. Spinazie. Ik heb 1 liter op staan, want dit is voor 500 milliliter 1 zakje. Nou, ik ga er dus 2 in doen. Ik heb al warm water erin gedaan. Dus dat scheelt mijn hele hoop. Zo. Nog een zakje. En dit is zo lekker. Als je ook boodschappen gaat doen in Duitsland, ga deze halen. Echt, hij is fantastisch. Ja. En dan ben ik er nog niet. Nee. Even deze wat kleiner maken, zodat deze weer in je andere zakje kan. En dat bespaart weer een hele hoop, hè. Ja, haar ruimte. Die afvalbak. De hondjes die liggen dus nu even lekker op een kom. Vinden ze lekker. Dus, en dan pak ik even nu, ik pak deze. Ga ik even roeren. Dan heb ik ook nog, want ik wou eigenlijk inderdaad iets met rijst eten en bla 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 bla. Jullie glijden weg. Dat is niet echt helemaal de bedoeling om dat jullie wegglijden. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Maar wat wou ik eigenlijk zeggen? Ik weet niet meer. Maar ja, jawel. Ik wou dus eigenlijk iets met rijst en kipragoe maken. Maar dat kan ik morgen ook nog maken. Ik heb dus extra spinazie gehaald. Dat ga ik ook doorheen doen. Nu. Het is gewassen spinazie. Dus ik hoef daar weinig aan te doen. Zeg maar. Ik heb dan extra groentjes, zeg maar. Dat is lekker. Dus dat ga ik er ook gelijk erbij doen. Zo. Lekker, lekker, lekker. Hartstikke fijn. Nou, dan ga ik dat gelijk erbij doen. Dat is lekker. Want het slinkt toch. Dus ik kan er heel veel bij doen. Oh, daar gaat mijn fles. Dat was niet zo'n bedoeling. Nee, jij blijft. Omdat ik dat zeg. Blijf. Goed zo. Dus ik doe er ook wat aardig wat spinazie erbij. Ja, val weer een eind heen. Joh, dom ding. Zo. Weer een lekkere blad erbij. Bladeren. Daarin zeg ik al, het slinkt echt. Want dan kun je wel een... Ja, even zoeken. Een heel groot blad. Kijk. Zo'n groot blad, hè. Dit wordt zo klein. Dus, wat ga ik er nu lekker erbij doen? En dat ziet dus nu even op dit moment dan er even zo uit. Kijk, check. Hartstikke fijn. Is leuk. En als dit dus gesmolten is, dan denk ik dat ik nog wat erbij ga doen. Qua spinazie. Dit is toch goud, jongens. Lekker goedkoop eten. Lekker goedkoop. Dit is toch goud. Dit is toch lekker. Hier, eens kijken hoe klein dit al wordt. Kijk, hier. Deze was ook even groot net. Hier, eens kijken hoe klein dat dan... Kijk, deze. Hoe klein dit dan nu al is. Yummy, jongens. Oh. Dit is zo lekker. Oh, dit is zo lekker, lekker, lekker. Yummy. Ja. En dan ga ik nog het een en ander erbij doen. Omdat ik dus nu extra spinazie bij heb. Ik doe een beetje crème fraîche doorheen. Een beetje lekker wat meer lekkerder, zeg maar. Denk ik, hoop ik. Dit is ook maar weer een uitprobeersel voor mij. Even crème fraîche erbij. Zo. Even 2 lepeltjes.
Ik denk wel dat dat goed is. En dan doe ik nog weer een beetje spinazie erbij. Want ja, je wil wel een beetje gezond eten, hè? Zelf. Zo, zo, zo. Ja, al het valt er ook een, bijna er een hoop ernaast uit de zak. Maar oké. Zo. Oh, dit is yummy. Echt, dit is zo goud. Oh, nou, ik doe nog een beetje wat crème fraîche erbij. Lekker. Lekker romerig ervan. Hoop ik. Zo. Dit is goud. En wat ik ook erbij ga doen, dat is kookroom. Ik weet niet of het smaakt of weet ik veel wat. Of dat ik het nou dubbel doe. Maakt allemaal niet uit. Als het maar lekker wordt. En ik doe een beetje peper erbij. Een beetje, beetje peper erbij. Moet wel een beetje smaak aan hebben, hè, vanzelf. Eerst even een lekkere partij kruiden erbij doen. Zo. Dan heb ik hier nog een heel oud blikje. Ja, met ook weer wat kruiden. Ja, er moet wel wat kruiden erin zitten vanzelf, want anders vind ik het ook weer niet te hachelen. Wat ik ook trouwens tegenwoordig doorheen doe en door heel veel dingen, dat is bieslook. Toch een beetje die bite hebben. Ja, een beetje bite hebben. Lekker, heerlijk. Oh jongens, dit is zo lekker. En ik ga toch een beetje kokerroom doorheen doen. Daar is ik al. Ik weet niet of ik het dubbel doe. Let me know. Zo, een klein scheutje erbij. Oh, ik ga nog wat meer spinazie bij de bijpakken. Oh, dit is zo lekker, hoop ik. Echt. Hoop het, hè? Ik hoop het. Ja. Dan zeg ik nog wat spinazie erbij. Mag wel wat voller. Yay, joepie. En wat ik dan ook nog doe. Het is een hele grote pot. Een beetje zambal, jongens. Ja, en zoveel zambal is het niet wat ik erin doe. Totaal niet, maar... Pak wel een lepeltje. Kijk, doe ik zoveel er eigenlijk op. Yep, erin. En dan zou je nu zeggen, kijk, dat is veel te veel. Dat valt echt wel mee.
En ik ga die hele potje crème fraîche erin doen, jongens. Sorry. Nu zou je me helemaal voor gek verklaren. Karen, dat is niet goed. Het is wel een hele pan nu, hè? En als ik het maar lekker vind. Ja, toch? Kijk. Nu gaat het ergens lekker op lijken, jongens. Oh, dit is zo lekker. Hoop ik. Mag ik er ook nog even doorheen doen trouwens. Doe ik even het lepeltje even omspoelen. Doe ik even het vuur een beetje zacht. Een beetje van dit er doorheen. Roderick en die verklaart me al heel vaak voor gek van dat is niet lekker. Nou, dit is wel lekker. En er staat eigenlijk hot op, maar zo heet is het niet. Echt totaal niet. En dan doe ik nog een beetje peper erbij. Ja, joh, moet kunnen. En als je hier niet van houdt, is dat ook prima hoor. Doe je het gewoon op jouw manier. Zo, ja. Zet ik even te prakken denken. Weet je wat ik ook er nog doorheen zou kunnen doen, eventueel? Een beetje avocado. En ik denk dat ik dat ook ga doen. Ja, gewoon een beetje avocado doorheen doen. Anders kan ik het weg gaan gooien. Dat vind ik een beetje zonde, zeg maar. Even kleine stukjes avocado doorheen. Zo. Ja, joh, hè. Het ziet er lekker uit, al zeg ik het zelf, hè. Ja. Ja, omdat ik het zeg. Ja. 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 Zo. Nou jongens, ik ga zo lekker opscheppen en ik ga eten. Ja. En dan denk ik dat ik even een kommetje schoonmaak. Ja, mijn eigen kommetje. Ja, mijn eigen kommetje inderdaad. Helemaal goed. Even schoonmaken die handel. Zo. Ik heb nog even door... Zudderen. Ja. Zo. Ik kan ook even afdrogen.
Oh, het ruikt ook nog zelfs lekker, jongens. Oh, wat ruikt dit lekker. Oh, dit ruikt lekker. Dit ruikt lekker. Zo, deze dame gaat opscheppen. Ja. En nee, ik ben geen... Op dit moment ben ik een opschepper. Ja, omdat ik ga opscheppen, maar... Oh, dit ziet er toch fantastisch uit, jongens. Dit ziet er fantastisch uit. Oh, yummy. Oh, dit ziet er zo fantastisch en lekker uit. Ik ga het jullie even laten zien. En let niet even wat allemaal op het aanrecht ligt. Maar dat maakt helemaal niet uit, joh. Jullie zien dat het warm is. Kijk. En dan ziet het er zo uit. Met alles wat ik erbij heb gedaan, toegevoegd heb, heerlijk, hoop ik. Nou, ik laat jullie het zo meteen wel weten als ik het niet vergeet. En anders dan horen jullie het morgen wel van me. Ja. En toen was ik lekker aan het lopen met de dames. Ja. Waar is het rondje dames? Kom. Kom, kom. Dames. Kom. Beauty, lovely, doei. Dit gaat dus even duren. Kom. Ja, ga je mee? Kom, Beauty, hier. Oh, jij was hier al. Kom maar. Kom. Dames, kom, kom. Jut, lof, kom. Kom, kom, kom. Jut, lof, lief. Kom. Nee, kom maar. Ja, daar zijn ze allebei. Mooi. En daar hebben we Lady. Dames, kom. Kom. Kom, 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 kom. Ja. Zo. Jutty. Ja! Goed zo! En waar ben ik op jullie foken? Ja! Ja! Ja. Die ligt hier lekker te kanen. Die staat hier te kanen. En Lady is hier lekker aan het kanen. Ja, Lady. Ja, lekker hè. Jij ook. Jij bent lekker aan het eten. Wil je nooit wat krijgen ook, hè? Leed. Je bent lekker aan het kanen, jij, dame. Zo. Je bent die halve bak al zo leeghalen. Jeetje, Mina. Je nooit dat krijgt. Ze krijgen genoeg hoor, jongens. Maar... Is oké, okay. Is van jou het eten.
waarom ze nu lekker aan het eten zijn. Dat komt dus omdat ik snoepjes er tussendoor heen heb gedaan. Dat zijn deze dingetjes. Ik laat het zien. Deze dingetjes. Oh. En dat heb je dan ook in het wit. Ja. Heb je hem ook ergens? Mag ik even zoeken? Leed? Mag ik even zoeken? Leed! Wat zoeken. Vind ik leuk. Dan heb ik ook nog deze. Kijk, daar is ook al. Kijk. En dat vinden ze oh zo lekker. Dus daar zijn ze nou lekker aan het kanen. Lekker aan het zoeken. Lekkere wijfie. Is je lekker, hè? Ja. Zo. Doe ook weer wat bij je zus erbij, dame. Kijk, en dan heb je ook dus nog een groene. Van dat soort dingen. En jij moet ook goed eten. Nee, doe rustig dan. Kijk, en ik ben weer lekker aan het opruimen nu. Ach, ze willen lekker zelf gaan opeten. Vind ik het leuk even vandaag. Hier wat erbij. Kijk, dan zie je deze dingetjes ertussen. Die vinden ze ook zo lekker. Ja, nam. Ijskatty. Ga maar lekker eten. Heb je nog lekker eten? Nee, daar is ik al. Moet je eens kijken hoe ze erbij liggen. Zij ligt er hierbij. Ja. En dan gaat zij er nou door het beeld heen lopen, helemaal goed, schat. Kijk, en dan bouw ik alles lekker naar haar toe. Hartstikke mooi. Is lekker meer. Ja, gulzig. Wil je nog eten of niet? Zo. Bouw ik weer wat naar jou toe. Ook goed. Ga dan eens liggen dan. Ga eens liggen. Ga zitten. Ga zitten dan. Nee. Moest kijken wat een haar ook weer bij er, hè. Hier, check. Hier. Nee, is goed, schatje. Het is oké. Kijk hier. Nee, blijf. Blijf, beauty. Beauty. Goed zo. Kijk, ik kan gewoon bij de weg plukken. Kijk, hier, check. Ben je braaf. Gewoon haren bij je weg plukken, schat. Kom eens hier. Kom. Kijk, en dan heb ik dit al erbij haar weg, hè? Kan nog niet. Lekker aan het verharen, schat. Nee. Ja, je bent lekker aan het verharen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Knuffelkont. Kijk hier. Kijk dit er al vanaf. Ja. Nou, dat ga ik en dat blijf ik nu nog even doen bij haar. Ja, even plukken. Zo, daar lig ik dan. Ja. Lekker in bed. En dat gaat dus wel betekenen dat ik de vlog ga afsluiten, jongens. Dus,
Vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou dan zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje met ver omhoog. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.